Ik ben Shirley Bormans. Ik ben 32 kilo afgevallen met het Cure for Life programma. En ik ben echt enorm trots. Ik voelde me gewoon niet prettig in mijn lichaam. Ik ben het nu ook waard om naar buiten te gaan. Zo voel ik dat. Ja, dat is een topgevoel. Voor Cure for Life zag mijn leven er eigenlijk somberder uit. Ik zat niet prettig in mijn vel. Het raakt me het meeste als ik kijk naar hoe ongelukkig ik eigenlijk was. En dat het niet hoefde, maar dat ik me wel zo voelde. Dat ik daardoor ook dingen gelaten heb of niet gezegd heb. Ik werd geaccepteerd door mijn omgeving, alleen ik accepteerde mezelf niet. Het is niet zomaar lijnen, niet zomaar afvallen, maar het is echt een levensstijlverandering waarmee ik mijn hele leven verder kan. Mijn moeder die heeft toch wel in het begin gezegd van die gaat ons nog iets laten zien. En dat is ook altijd blijven vasthouden en nog steeds is ze heel trots. Ze heeft zoiets van die zal ons nog iets laten zien en dat heb ik ook gedaan. Niet te geloven. Het was toch zo emotioneel voor mij dat het haar gelukt is om op zo'n kort termijn zoveel af te vallen. Ze was depressief, het was de Shirley niet meer wat ik kende van vroeger. Shirley was daar niet meer. Shirley deed wel alsof ze vrolijk was, maar Shirley was niet gelukkig en vrolijk. En nou met het gewichtsverlies, ja, super, echt. Ik ben super trots op haar, echt wel. Nu kan ik zelf ook van mezelf zeggen, ik mag er best zijn. En ik ben gewoon ja, ontzettend trots dat iedereen me gesteund heeft. En dat ik nu de persoon geworden ben die ik gewoon al heel lang had moeten zijn. Ik ben Hinke. En ik ben Lydia. En wij zijn zussen. Ik heb Cure for Life gevolgd en ik ben ruim 30 kilo afgevallen. En ik zag dat je bij jou resultaat had, dus ik ben het ook gaan doen en ik ben 45 kilo kwijt.